Hi guys, welcome back to my channel. For this video guys, I'm going to make makeup transformation. It's my first time to do this guys. So I wanna try to use this makeup palette from my husband. It's a gift from my husband guys. Ayan. It's 66 colors. Kompleto na siya guys. May powder na siya and lip gloss, eyeshadows, and pressed powders. And also this one, guys, complete set na siya, guys. Manicure and pedicure, at saka pang makeup brushes. And he also bought me, yan, hair clips and hair pins. These are the things that I'm going to use for my makeup transformation. Ayan siya, guys. Ang hirap buksan. May tape siya. My face is already clean, guys. I just took a shower. Ayan. Ayan siya, guys. This one. And the sugars. And guys, I tie up my hair para hindi istorbo. Storbo kapag nakalugay. Ang una kong gagawin guys is I'm going to put Nivea on my face. Yan siya. I put cream. Mas gusto kong gamitin yung aking fingers sa paglagay ng cream sa aking face. I don't like to use the sponge. Meron naman akong sponge guys. So ayan guys. Then I'm going to put foundation. Double purpose itong sponge na ginamit ko guys. Back to back pwedeng gamitin. I don't like this side guys. Ayoko lang siyang gamitin.
My husband is not here because his friend invited him to have a cup of tea with him, and I didn't went together with him because naisip ko na gumawa ng transformation makeup, guys. So ayan, I just choose to stay in the house. So it's done. I already put the foundation. I'm gonna use this for eyebrows. Since makapal na yung aking eyebrows, guys, I just put a little bit amount of this liquid eyebrow. I usually don't use eyebrows na, guys, kasi nga makapal na yung aking eyebrow. But this time I'm gonna use this liquid. And konti lang. And I'm just gonna use this brush para I mas cutterage siya. Paminsan-minsan lang ako nag-makeup, guys. Even kapag may parties lang, mga special occasions. Kasi mas gusto ng asawa ko yung natural na beauty ko, guys. Char. Mama's going to watch TV. Om verder te gaan waar we gebleven waren. En ik wilde niet langer wachten. 2 maanden na de eerste ontmoeting stapte hij in. Zou ik me niet heel vreemd voelen, ondanks dat we ons heel goed voelden samen. En dat zijn dingen die door je hoofd gaan. En daar had ik helaas 8 uur de tijd voor om daar over na te denken tijdens de vlucht. Ja, en nou ja, dat viel eigenlijk wel van me af toen ik haar zag. Ja, dat was heerlijk om elkaar weer te zien en te weten dat we echt een hele week tijd hadden. Volgende week vragen we uw hulp bij een hele kwaliteit. Can I use this? En hebben Rodrigo en Natasha contact met een Braziliaanse familie, bijna een jaar na de ontmoeting. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Geeft Rutger Kastrikum ruimte aan emoties vanuit de samenleving met betrekking tot wat er in Politiek Den Haag gebeurt. Burgers mogen de vinger op de zere plek leggen en politici krijgen de kans om zorgen in de samenleving weg te nemen en een eerlijke verhaal te vertellen. De Hofbar, vanavond op NPO 2.
Een derde van alle Nederlanders woont op het platteland, in een van de honderden dorpen die ons land rijk is. Hij kent echt iedereen. Mensen kennen elkaar allemaal, lopen de deur niet bij elkaar plat, maar men heeft wel oog voor elkaar. Het dorp, vanaf morgen bij Max op NPO 1. Dat ze haar rol in deze niet te klein moet maken. Then I'm gonna use this for the upper part. De nieuwe Peugeot 3008. Time to change. Want to watch your mommy in an hour. Het avondeten. Altijd haast in de supermarkt. Geen tijd voor verse maaltijden. Kieskeurige eters. Steeds weer dezelfde gerechten. Met HelloFresh is het avondeten anders. Makkelijke en gevarieerde recepten die iedereen lekker vindt. Bestel nu op HelloFresh.nl. Zin in HelloFresh. Torstein is installateur bij een raamfabriek. Een fysiek zware baan met veel tilwerk. Ik heb hier 24 jaar gewerkt en veel ramen getild. Hij neemt Vite Pro om zijn spieren sterk en zijn gewrichten flexibel te houden. Ik neem Vite Pro al een aantal jaar. En met dat... Met nog twee andere scenario's, een ongeval of een zelfmoord. Is dat iets wat voor jullie ooit enigszins aannemelijk is geweest? Nee, ja, in het hele dossier is er geen enkel aanknopingspunt geweest voor een ongeval. Dat was een van de slaapwandelen. Dat werd als een soort suggestie in de lucht gehouden. Zelfdoding is statistisch alleen al uitgesluiten. Zo onaannemelijk is dat. En ook was er geen enkele aanwijzing toe als er al die kant op geredeneerd kon worden. En dat slaapwandelen, ja, daar is heel veel aandacht aan besteed. Maar er is niets van gebleken. Vorige zitting werd er nog gedaan alsof Charlene ooit naar een slaapwandel speelt. Ja. Want het gaat er natuurlijk om wie of heeft iemand Charlene ook. Zo, ik ben er in 2018 nog eens vrijgesproken. Is er iets wezenlijks veranderd toen ten opzichte van nu? Heel simpel. Feitelijk is er niets veranderd. Geen nieuw bewijs. Geen nieuw bewijs. Niets wat er toen niet was, wat er nu wel is. We kunnen denken dat als je dat helemaal door die hel bent gegaan van die zaak, en dan komt er een vrijspraak. En je bent daardoor getraumatiseerd, dat je misschien ook denkt, weet je, ik laat het zitten. Ik trek mijn hand hier vanaf. Als de rechtbank zegt dat het niet zo is, wat moet ik dan doen dat je dan stopt? Had je dat niet? Ja, de rechtbank kan wel zoveel vinden. Maar als jij... Kijk, het begint er al mee het eerste team van het OM die zaak binnen enkele weken sluit, zonder enig onderzoek te hebben gedaan. Terwijl er duidelijke, al lichte aanwijzingen waren van... welke kant het op ging. Dan krijg je op een gegeven moment een strafdossier in handen. En met het strafdossier waarmee het OM notabene de zaak gewoon sloot, omdat zij geen bewijs hadden. Met hetzelfde strafdossier bouw ik met mijn vriendin een compleet 12 SV-zaak op. Zoek ik experts door heel Nederland bij elkaar om ik heb alles gelezen, autopsierapporten, spooronderzoek. Er zijn geen sporen op de vensterbank, op de raam, niet op de redding. Wat zitten die rechters eraan te doen? I'm gonna put foundation, guys. Press powder.
Hoekstra aan. En het is ons eerlijk gezegd voor het reces gewoon in die coronatijd niet gelukt om een moment te vinden waarop we daar samen voldoende over konden spreken. Het is een buitengewoon belangrijk onderwerp, maar het is niet heel eenvoudig. Het gaat vooral over een dilemma in de gebouwde omgeving. Dat weet heer Van Raan ook. Ja, er is grote behoefte aan politieke... En voor mijn lips, I'm gonna use this. Erik vanuit New York, dankjewel. Zometeen, Erben Benemars. Sorry, ik raak helemaal in de war. Sorry, Erben Benemars, Helga van Deur en Simon Buma over de Elfstedentocht. Want ook al is er nauwelijks ijs, we verheugen ons eeuwig op het Oerholse evenement waar werkelijk alles but kan. First, ja, als je naar de weer kijkt en de kou met name, dan moet je constateren dat het aantal letsels en de soort letsels meevallen. Er is alleen één bizar ongeluk gebeurd en dat is met een man die opeens zijn neus kwijt was. Hoe, dat weet niemand. Waar die neus gebleven is, dus gooi hem allemaal niet bij. Alle nieuws van vandaag. Het is ongekend druk in de Nederlandse vakantieparken en dat komt door de lockdown. De scholen zijn dicht en thuisonderwijs hoeft natuurlijk niet per se thuis, zo denken veel ouders. Kinderen die hard zitten te leren. Niks geks op het eerste gezicht. Totdat je naar buiten kijkt en ineens giraffen ziet. Mees en Meike hebben deze week les tussen de wilde dieren. Meike en Mees, maar waar zijn jullie nu? Bij de Beekse Bergen. Maar of al die wilde dieren in de achtertuin de concentratie ten goede komen? Dat hier opeens een dier voorbij komen en dan gaan zij naar buiten. Ja, dan zijn wij helemaal niet meer met de les bezig. Hoe oud zijn jouw kinderen, Erwin? 15 en 18. Dus die kun je aan, ja, eentje aan hun lot overlaten, maar even zo te zeggen. Nee, dat niet, maar ik bedoel, ze kunnen zelfstandig, ja, zeker zelfstandig inloggen en alles. Zou je ze nog echt op niveau kunnen helpen? Ik weet niet namelijk of ik dat nog zou kunnen helpen. 15 wel, ja, ja, zeker wel. Maar die 18 die gaan naar de universiteit, die kan ik helemaal niks meer uitmaken. Je moet het zelf doen. Ja. Bizarre beelden uit Brazilië. Dit is het volgende showpost. Ja, dat vind ik gebeuren. Waarom die bagay om red? Volgend nieuws uit België, de bekende op hard gefaamde zee. Papaletan kushanam. Ja, dat is blijkbaar geen probleem. Ja. Nou, ik vind het zo leuk dat die minister het zo voor opneemt. Ik hoor de feministische kant, waar bemoeit er zich mee? Laat die vrouw zien wat ze wil. Ja, dan ga ik weer vragen. Het feministische dat is allemaal ingewikkeld. Ja, ik heb ook wel met je aan tafel. Maar ik vond het wel ook, de strijdvaardigheid waarmee hij het zei, vond ik verfrissend. Dat is bijzonder, ja. Sta ik er alleen in Patrice of denk je van, ja, ik heb gelijk? Nou, in wat de minister zegt, ja. Ja, op zich mag mensen natuurlijk weten in vrije tijd wat ze doen. Ik zit alleen even na te denken of dit nou voor de cliënten, zeg maar, of die daar een probleem mee hebben. Maar ja, dan kan je toch naar een andere psycholoog gaan. Ja, dat ziet er zich vanzelf al uit. Ja, dat lijkt niet zo erg geholpen dat als er een bij zit dat ze er gaan. Nee, had ik niet aan moeten beginnen. Nee. Dat is waarschijnlijk wel lol geweest. Mijn grootvader was 27 toen. Ayan guys, tapos na siya. Magpapalit lang ako ng damita. Ayusin ko lang to guys. Maar oké, okay, de tijd is wel gegroeid op met deze mythische tocht. Want u bent geboren 3 jaar na de... Ja, 3 jaar. Dus de kleine, het interessante, ik ben 65 geboren, dus de kleine, dit is al toch al een behoorlijk grote sino. Zeker, zeker. Echt kleine sino. Die wist ook niet anders, want het 3 jaar werd gezegd dat die afstreden tocht, dan maak je nooit meer mee. Precies. Ja. 62 was de laatste, dus mijn ouders vertelden nog hoe mijn vader was toen ook al burgemeester. Toen had hij zich op de stempeling geworpen. En ik werd ouder en ouder en er kwam nooit naar Elfstedentocht. En toen ineens in 1985, toen kwam hij er. En een grote verrassing, 86 jaar. Dit is dus goed nieuws voor jou. We zeggen nu sporten, ja, hè? Nee. Nee? Het is natuurlijk een beetje oneerlijk, want Helga zegt het terecht. We leven helaas wel in een andere tijd, 40 jaar later, waarin vorst veel zaken schrift kan doen. En dus laten we naar Helga. Wat zijn de kansen? Wat zijn de weersverwachtingen? Kom op. Dan kan je niet met aan. Dus dan kan het nog. Dan moeten we het in een zekere vorm laten maken. Ik kijk, de Elfstedentocht op straks verhoogd. En om nu te zeggen van, het gaat sowieso niet door. Ik denk, er zijn altijd mogelijkheden om dingen wel te organiseren. En natuurlijk alles binnen de bepaalde regels, maar ik zie nog wel kans. Als je het gaat organiseren, dan mogen nu 30.000 mensen. Okay. Alle leden mogen meedoen. Kijk, dan mensen in 2 weken. 85 en 86 was het allebei eind februari. Ja. Dus maar krap aan. Ja. Want de zon komt er overdag op en heb je een probleem. Ja. Ik denk dat de kans dit jaar op fors niet heel groot is. Niet dat het dan 15 centimeter kan.
dat ook die weerpluimen, dat het toch weer naar beneden ging. Ja, maar dat is het leuke van weerpluimen. Het is een trend. En op een gegeven moment, als je vanaf zaterdag begint het een beetje uit te waaien. Ja. Okay, let's go, guys. That's all for today's video, guys. If you like this video, please click the like button and leave a comment down below. And if you're new in this channel, please subscribe for more videos. Thank you for watching, guys. Next time. Voor zo'n 4000 ongebruikte panden werd vorig jaar een nieuwe eigenaar gevonden. Ondernemers Richard en Rialda Boskieter konden een afspraak maken over de huurprijs. En startte afgelopen zomer hun winkel in bakspullen. Over de prijs hebben we een goede afspraak kunnen maken. Zeker omdat het begin binnen corona meespeelde. Mogen we beginnen met een wat lager huur. En dat bouwt zich in de loop der jaren gewoon op. Zodat we wel ook echt. Dus natuurlijk, je gaat tegen de stroom in. Waar andere mensen iets niet durven. Durven wij het wel aan. Ja, en dit was ook wel dan eigenlijk toch wel weer een goed moment voor ons om in te stappen. Een kans krijgen om het goed van de grond te krijgen. Als essentiële winkel mogen ze nu.